Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en ja, jullie zien het goed. Goed. Ik doe een SimCity en jullie wouden dat. Dus ik heb jullie SimCity gegeven en dan zeg ik hierbij weer doei mensen. Ah, dat was echt goede humor. Maar even serieus, hallo mensen en welkom terug bij SimCity in, om precies te zijn, Hastasia in Vacoland. Ik weet niet of het nog heel actief is hier en ik ben ook hier de laatste tijd niet op actief geweest en ik heb het ook heel lang niet gespeeld. Maar misschien klink ik anders voor jullie, want ik heb een nieuwe microfoon. Mijn facecam staat ook anders, mijn bureau is helemaal volgepropt. Nou ja, volgepropt, dat is een beetje overdreven, maar ja, nou ja, dat wil ik even vertellen. Ik heb nu de Blue Snowball, echt gelijk maar weer professioneel doen. Maar ja, ik zal even zien wat er allemaal is. Ik weet niet meer waar ik mee bezig was. Helaas zat deze fabriek in de fik. En volgens mij zou ik een... Oh, ik heb al een processorfabriek. Holy shit, ik ben al goed op bezig hierin, zie ik. 88.000 simoleon dollars heb ik. Ik heb hier... Jeetje, jongens, jeetje. Oh, hier, gewoon zwembad op het dak. Holy shit, man. Maar voor de mensen die niet weten waar deze serie vandaan komt, dit is van het kanaal Hashtag Dutch Games, waar ik, nou ja, nog wel misschien video's upload, maar dan met Koen en Ramon, zo heten mijn twee maten daarop. En ja, dan moet je gewoon even een kijkje opnemen, zeg ik dan maar. Maar, ja, ik heb 1,700 in het uur, holy shit. En er is een heleboel vraag naar industrie en een heleboel vraag naar woonwijken. En... ja, nou, wat zullen we eens mee beginnen? Hier wat woonwijken misschien. Ja, dat doen we gewoon. Wat maakt het uit? Oh ja, de hoe heet het? Zo, jezus, bijna 1000 studenten. Daar kan ik, bijna, hoe heet het, er neerplaatsen? Een technische school. En, oh, ik kan al eentje. Dan doen we... ik zal eens kijken wat nog allemaal open staat. Die is nog open. Die is nog open. Die... oh, operatie. Een schone olen. Oh, die is ook al voltooid. Jammer. Waarom zijn ze allemaal voltooid? Technisch hogeschool. Wetenschappelijke opleiding. Nou, ik doe gewoon die. Ik doe gewoon lekker de wetenschappelijke opleiding. De wetenschappelijke opleiding heb ik dan nodig. Bewerken die. Wat is de wetenschappelijke? Die niet, die niet. Technisch hogeschool. Wetenschappelijke op. Hier, hij past er mooi naast. Dan zetten we hem daar neer. Boom. En nu kunnen alle studenten in Hastasia bezig met een geconcentreerd zonnepaneel. 62.500. Oh shit, daar heb ik niet over nagedacht. Oh sorry, zo. Het schiet me even in de keel. Yeah, dat is niet goed. Nee. Maar ik weet nu niet wat ik wil. Bronnen melden dat de recente branden geen toeval waren. Oeh, een pyromaan. Holy shit, dat moeten we niet hebben hier. En die is ook weer gezeik. Wat is er? Ink. Upgraden. Ja. Yes. En de kank smelt eruit. Oh. Alleen dat is 200.000. Dat is mij iets te veel. Ik zet wel even een leuk sign in. Moet je eens kijken. Metals Headquarters. Waarom is het nou niet in het Nederlands? Want ik speel het wel toch in zijn Nederlands. Maar ja, dat is SimCity. Hoe gaat het voor de rest met... ja, ik ga een expo... nee, dat is ook vies duur. Anders leen ik even wat geld, want ik wil wel wat geld gaan verdienen. Als je een beetje goede goed toerisme... ik hoop nu dat mijn hoeder me niet bestoort. Ja, ik ga een expocenter plaatsen. Mijn vader moet ik wel weer thuis. Daar heb ik eerst geld voor nodig. En dat zou ik nu ook gaan lenen. We doen gewoon lening B, want B is een vet mooie letter. Zo, hup, gelijk mijn 150.000 erbij. En dan gaan we kijken waar ik deze kan plaatsen. Nou, dat is niet veel soeps. Shit, dat is een beetje jammer. Daar past hij ook niet. En daar... als ik nou die weg inkort, hoeveel erts zit daar onder de grond? Eens even zien. Erts en K, dat is die. Nee, dat is die. Die. Erts. Nee, het zijn kolenmijnen, Melvin. Oh. Oh, dat kan, die weg die kan wel zo afgesneden worden. Oh, daar is niks mis mee. Oké, dan doen we dat. Oké, even de wegentool erbij pakken. En dan doen we zo. Waar hebben we dat verwijderdingetje?
Woep. Oh, die moet niet weg. Zo. En dan doen we daar gewoon even een simpel wegje. Zo. Holy shit, het staat hier helemaal vast. Oh, dat gezeik weer. Waarom staat... Alles kan hier toch gewoon recht... Wat is hier nou weer aan de hand? Oh, ik moet daar echt nodig een keer van die trein... Hoe kom ik nou opeens als... Oh, ik heb weer... ik ben helemaal afgeleid. Nee, ik moet even gewoon dat ding plaatsen. Dat zou je nu ook doen. Nou, stadions, Expo Center. Hey, kijk eens aan. Hier, op een hoek. Pam, pam, pam. Bam! Holy, check dat. En we gaan gewoon gelijk... Oh, we hebben eerst collega's nodig. Och, hebben we dat gezegd. 9-11, holy shit, we hebben gewoon... Oh, nu doe ik het... Nu ga ik allemaal mensen helemaal te... Oh, hé, hey, we hebben geld erbij van, hoe heet het? Hier, processor. Missiebeloning, oké. Nee, het zou wel. Als ik die nou accepteer, zo. Dan hebben we daar ook geen last meer van. En... Ja, evenement roosteren. We doen gewoon gelijk een concert. Ja, graag. Zeker weten. We gaan gewoon hier... Hier komt André Hazes. Oh nee, kut. Die is... Oeps. Die is dood. We doen hier gewoon Bluff of zo. Dat vind ik wel een leuke Nederlandse bed. Of Guus Meeuwis. Daar gaan mijn vader en moeder heen. Guus Meeuwis. Ja, we doen gewoon Guus Meeuwis. Kijk hoeveel mensen naar Guus Meeuwis komen. Ik ben benieuwd. Er kunnen 3000 mensen heen. Oh, en daar hebben de eerste mensen al komen. Of is dat niet zo? Nee. Om 20 uur begint het concert en het... Oh, ze hebben nog de hele dag om kaartjes te kopen, joh. Ach, er is niks aan het handje melven. Daar ga je echt wel winst op maken. Ik voel het. Guus Meeuwis is echt een aantrekkelijke man. Wat? Nee, dat hebben jullie nooit gehoord. Die weg je maar even zo een stukje hierheen of zo. Ik heb geen flauw idee. Waarom kan dat nou weer niet? Oh, dat eigenlijke SimCity soms ook. Dan doen we gewoon... What the fuck, kan je daar ook wegen? Nou, dat is best wel vet zo. Zo een kronkelwegje daar langs. Hier, kijk dat dan. Ja, dat doen we gewoon. Zo'n kronkelweg, ja. Of niet? Of zo. Nee, want dan heeft het geen... Zo. Doen gewoon. YOLO. En hier is een... Nee, dat is niet mooi. Daar geen kronkelweg. Dat wil ik niet. Oké, hebben we de eerste mensen al binnen daar? Oeh, dat is een beetje een pijnlijke, hoe heet het? De auto gaan er wel... Auto? De auto. De auto is een menselijk wezen dat hier nu rijdt. Oh mijn god, een scooter. Een scooter. Oh, een cementwagen. Holy, maar ik ben... Ik zit ook maar wat te... 3 euro per uur, what the fuck? Wat is dit nou weer? 3 per uur. Nou, dat vind ik een beetje een teleurstelling, hoor. Jongen, dat vind ik echt jammer. Dat vind ik echt, echt jammer. Dat ik maar drie... Het staat hier helemaal vast. Hoe staat het dan met de busstation? Oh ja, ik heb een busstation. Heb ik al. 50 minuten... 9000 mensen per dag. En dan is het zo druk op de weg. Oh, oh, oh. Nee, dat is niet goed. En hoe staat het hiermee? 1001 passagiers per dag. Pff. Nou, dit... Ja, hij loopt al vol. En terwijl het is nog maar 11 uur en er zijn nu al mensen voor Guus Meeuwis. Holy shit. Dit is best wel vet, Guus Meeuwis. Is gewoon in haar stage. Oh, dit is echt super vet. Er is een nacht die een normale leven film ziet of zoiets. Ik denk dat hier maar een kliniekje moet staan, want mensen zijn hier ziek. Of hoe ziek? Er vallen 3 doden per dag. Dat is best wel een tegenvaller. Laten we het zo zeggen. Een tegenvaller. We plaatsen deze gewoon hier of zo naast de... Oh ja, daar hebben we ook nog een heel mooi park met een... Wat is het? Een amfitheater of zo. Maar die is zoals gewoonlijk weer niet open, want dat is hier altijd zo slecht, hè. Jongens. Hey, we plaatsen hem hier gewoon. Bij het commercie... Holy shit, dat is zonde van die villa. Zo. Nou, dan kunnen die mensen daar ook beter worden. En we... Oh, 112. Waarom zijn het nou allemaal van die hele rare getallen waar ik altijd iets uit kan bedenken? Hier, als die zieke nou even, wat is het? Voelt zich belabberd. Loopt naar het ziekenhuis. Ik plaats hier net een ziekenhuis en dan loop je daar helemaal heen. Oh, wat een dom mens. Jeetje. Die is niet zo slim.
Holy shit, moet je zien hoeveel mensen daarna Guus Meeuwis gaan. Holy fuck. Holy. Toch. Oh mijn god, hij komt zo aan zeker. Ik weet, ik klik op een auto en staat Meeuwis. Bijna, Verbeek. Nou. Van de Beek. Die gingen wel heen. We hebben al... Hoor ze juichen, hoor ze juichen. We winnen, we gaan winnen. Maar ik zou hem deze... Nee, die loopt ook hartstikke mooi hier. Misschien als ik er nou een bandje bij aanplaats. Dat... Ik heb het geld ervoor. Hoe duur is het per uur? 350? Nou, dat ga ik weer in de min. Maar dat maakt mij nu niet zoveel uit als ik eerlijk ben. We doen het gewoon. Bam! Holy shit. En dat zijn, die moet ik niet vergeten, hier. Daar staat er. Tech Electronics Factory. Holy shit, G. Nee, zo ga ik niet praten. Ik kan dat niet. Dan moet je echt bij iemand anders zijn. Moet je eens... Hey, holy. Moet je zien dan. We gaan de 1000 bereiken. Oh, Guus Meeuwis, die trekt wel zoveel mensen aan, hè. Hier. Oh. Dat is toch knap van die kerel. Ik mag hem wel. Ik laat hem niet vaker optreden. Guus Meeuwis, ja. Mensen, Guus Meeuwis in Hastasia. Koop nu een ticket op expocenternederland.nl. En daar kan jij tickets kopen voor, ja, Guus Meeuwis. Nou, het is maar wat je leuk vindt, hè. Maar, holy shit, heb ik hier zoveel toeristen? Holy, dit gaat wel super goed. Hier, 206.000. 206.000, jongen. Jotem. 206.000. Hoor je dat goed? Hoor je dat goed? Waarom deed ik... 212.000, waarom doe ik zo? Overdreven. Dat hebben jullie niet gehoord. Oh ja, hier hebben we nog een soort van Beverly Hills, hè. Ach. Oeh, daar komt gelijk een huis bij. Nou, dan maken we ook maar allemaal huizen ervan. Oké, hup, zo. Ja, kijk, een villa. Tada, dat moesten we hebben. En dan snap ik ook niet waarom nou een huis hier gaat staan. Met, oeh, ze hebben... Jongen, daar heb je zo'n caravan, zo'n staakcaravan. Huizenboer. Jongen, daar heb je achteraan boer, terwijl je in het Beverly Hills van, hoe heet het woont? Jongen, hashtag waar ging het mis? Oeh, er is hier een probleem. De legeringen zijn op. Oh, nee, dat is wel heel sneu. Oh, nee, dat is mooi kut. Dat is kut met peren, zoals wel eens... What the fuck? Nou ja, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was wel een hele rare outro. Nee, eigenlijk niet, want ik heb mijn outro nog niet eens gedaan. Doe een duimpje omhoog als het leuke aflevering vond. Laat een leuke reactie beneden in het comment section. Als je nog niet geabonneerd bent op mij, druk dan even het knopje abonneren. En dan help je mij. En dat knopje abonneren, dat staat hier nu beneden. Hè? Dat is alweer een tijdje zo. Maar ik zeg dankjewel voor alle steun. Voor het duimpje omhoog, voor het abonneren. Voor het misschien favoriet als je het echt super vet vond. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Doei mensen!